Hey, hallo allemaal en welkom terug. Ik wil het vandaag hebben over de potten die ik gebruik en het materiaal. Er zijn altijd heel veel vragen omtrent van waarom ik specifiek de producten gebruik die ik gebruik. Het als eerste, hè. Ik kweek pepers, ik kweek geen bietplanten. Dus ik ga al geen dure materialen kopen om iets simpels te kweken. Want het slaat nergens op om honderden euro's uit te geven aan een plant dat vele malen minder geld oplevert dan wat ik uitgeef. Dus dat slaat totaal nergens op. En dat is ook een van de redenen waarom ik zo goedkoop mogelijk en zo efficiënt mogelijk pepers probeer te kweken. Want ik zie en hoor het vaker van mensen dat ze wel ontzettend dure producten gaan kopen. En dan denk ik bij mezelf, nou, maar je kweekt maar peperplanten. Het is niet dat je een wietplant kweekt. Dus, want ik noem er hierop, dat is een Guadalupe, dat is een habanero soort. En dit soort zou bij mij ongeveer tussen de 2,5 tot 3 kilo pepers kunnen opleveren. Het kan meer zijn wanneer ik dus minder planten kweek en meer voeding ga geven. Maar dan gaat natuurlijk ook de kosten omhoog. En ja, je opbrengst wordt op een gegeven moment minder. Dus het is een heel raar verhaal. Maar in ieder geval zeg dat ik 2 tot 3 kilo kan kweken met deze plant. Dat houdt in tot ongeveer habanero's. Wat zijn ze op dit moment? Tussen de 10 en 15 euro per kilo, dan zou ik in principe 45 euro aan één plant uit kunnen geven. En dat zou mij dus moeten opleveren, dus 45 euro aan pepers. Maar de realiteit is, zo werkt het niet. Want je moet ook potten kopen, je moet stof kopen, dus voedingsstoffen. Je moet de grond kopen, in mijn geval kokervezel. Bestrijdingsmiddelen, yada yada yada. Ik kweek hierop onder lampen. Dus ja goed, het is gewoon niet goedkoop om iets te kweken. Maar wanneer je return minder is dan wat je uitgaven is, dan ben je gewoon vliezen draaien. Het slaat nergens op, maakt niet uit welke hobby je kweekt. Want stel voor, je hebt bijvoorbeeld hier een lijn. Ja, dat zal ik wel even tekenen. En hier ook een lijn. En deze kant van de lijn, dat is eigenlijk gewoon het geld wat je uitgeeft. En deze kant van de lijn is eigenlijk wat opbrengt. En stel voor, je geeft aan deze plant voor 10 euro aan een pot uit. Wat echt belachelijk is als je zoiets zou doen. Maar dan zit je al gelijk daar. Dan komt er nog voeding bij, dan komt er nog water bij, aarde bij, tijd die je erin steekt en warmte en licht die je nu weer uitgeeft. Dan zit je al gelijk daar. Maar wanneer je opbrengst maar daar is, dan slaat het nergens op om zoveel geld uit te geven. Dus ik adviseer mensen ook altijd om zo goedkoop mogelijk planten te kweken en zo goedkoop mogelijk potten te kopen. Ik adviseer mensen ook om na te denken welke potten ze gaan kopen. Maar bijvoorbeeld, op dit moment is het de aanbieding bij de Action. 1 pot voor 2 euro of zo, of 1,69. Maar voor datzelfde geld zou je in principe ook een rootpouch kunnen kopen. Want dat is ongeveer dezelfde prijs. Een rootpouch heeft een aantal voordelen. En het kan niet verzuipen. De pot is gemaakt van petflessen. Dus dat is gewoon tot fabric veranderd. En ja, ik heb ze hier toevallig liggen. Dat zijn gewoon stoffen potten. En ja, deze kosten nauwelijks wat. Maar je doet er gewoon een aantal jaren mee en het voordeel ervan is, je kunt ze wassen. Dus met andere woorden, wanneer je ze in de wasmachine gegooid, kun je ze op 60 graden wassen. Alle bacteriën gaan dan dood en vooral bacteriën dat gerelateerd zijn tot tomatenplanten en peperplanten. Dus daar heb je al geen last van. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik tegen mensen altijd zeg, denk erover na wat je gaat kopen. Want nogmaals, bij de Action kun je potten kopen voor wat? 2 euro per stuk. Die dingen zijn ietsjes goedkoper dan 2 euro per stuk. Dus dan zou ik erover nadenken om rootpouches te kopen. De reden waarom ik dit zeg is omdat er heel veel mensen zijn die dure potten kopen. ik trouwens ook, maar dat heeft een andere reden. Deze potten hebben dus wel levenslange garantie. Maar ze gaan dan veel te dure potten kopen zoals Dutch pot, Airpods, Deense potten. Ik weet niet precies wat ze allemaal namen zijn. Maar in ieder geval, het zijn potten die tussen de 9 en de 15 euro per stuk kosten. Want voor het x aantal liters, want dit is ongeveer 12 liter. Wanneer je de AirPods, volgens mij 10 liter van 9 euro of zo, dus best wel duur. En dat haal je er gewoon niet terug uit, want ja, je bent er gewoon veel meer geld aan het uitgeven dan eigenlijk nodig is. Want nogmaals, je kweekt alleen maar peperplanten of tomatenplanten. Het is nergens voor nodig om ontzettend veel geld uit te geven aan een plant, terwijl wat je terug ervoor krijgt minimaal is. Nogmaals, niet iedereen behaalt 3 kilo per planten. Daar heb je heel wat ervaring voor nodig om een x aantal kilo's van je plant af te halen. Nogmaals, er zijn ook gewoon technieken waarbij je dat extreem veel kilo's ervan af kunt halen. Maar dan zul je wel eerst een aantal jaar ervaring moeten hebben voordat je dat kunt bereiken. Want er zijn heel veel mensen die ook maar gewoon 3-4 pepertjes van planten afhalen. En ja, vaak is het wel voedingsgerelateerd.
Maar soms heeft het ook met het opkweken te maken. Want nogmaals, ik gebruik lampen, ventilators, temperatuurregeling, climate control. Om gewoon ideale omstandigheden aan te bieden. Zodat deze planten een bepaald formaat hebben behaald voor ijsheiligen. En daarna staan ze buiten en dan kunnen ze gewoon in één keer optimaal doorgaan groeien. Maar tot die tijd ben ik dus gewoon geld aan het uitgeven. Voeding aan het geven. Water aan het geven. Continu het controleren. Dus er zit gewoon een hoop tijd in. En daarna moet ik ze over gaan zetten naar een dure pot. Dus zoals ik net zei met die lijn wat je allemaal aan het uitgeven bent. Dan zit je op een gegeven moment dat hier. En nogmaals, je wilt hetzelfde aantal behalen wat je uit hebt gegeven per plant. En ik begrijp dat ik het voornamelijk over de potten heb, maar dit geldt in principe voor alles. Wanneer je dus kokervezel gaat kopen, de potgrond die je gaat kopen, de kleistenen of hydrorocks, hoe je ze wilt noemen, het geldt voor alles. Er is een uitzondering op de regel. Hoe beter de kwaliteit van voeding is, des te beter de kwaliteit van je planten zullen zijn. Dus je zult dan meer groei zien en meer kunnen oogsten op het einde van de rit. Maar producten zoals potten of potgrond of rocks of kokovezel of wat dan ook. Daar kun je je aardig op besparen als je gewoon de juiste producten uitzoekt. En nogmaals, ik gebruik potten voornamelijk als voorbeeld. Omdat het een van de meest dure producten zijn die je soms kunt kopen. Want ik heb echt producten gezien bij sommige mensen waarbij ik serieus mijn twijfels heb. Of ze dat echt gaan gebruiken voor peperplanten. Maar het zijn potten die gewoon echt gewoon een tientje per stuk kosten. En het heeft geen toevoegende waarde, want nogmaals, hetzelfde roetpootjes of Dutch pots of wat dan ook. Dat is maar een klein procent van het totaal wat het een toevoegende waarde heeft. Dus voornamelijk de manier hoe je kweekt, wat je allemaal toevoegt, welke voedingsstoffen je geeft, yada yada, hoe deze planten ontwikkelen. En ook bij deze kant, ik gebruik hier drie ontzettend dure potten. Want ze zijn volledig geautomatiseerd. Ze bevatten allemaal dezelfde voeding. Ze gaan op dezelfde minuut af. Dus op dezelfde seconde zelfs. Dus het is allemaal volledig geautomatiseerd. Daarvoor gebruik ik dat ook. Want het is gewoon voor een test. En het is voor mij veel makkelijker om zoiets te kopen. Maar dat is specifiek naar mij toegericht. En dat is niet altijd van toepassing bij andere mensen. Maar nogmaals, ik zie het gewoon te vaak dat mensen pepers of tomaten gaan kweken. Of moestuingroenten. En veel te duur apparatuur. Of met veel te duur apparatuur. En je kunt zoveel besparen door gewoon in principe alles gewoon zo goedkoop mogelijk te kopen. En wat meer uit te geven aan voeding. Want je zult gewoon zien dat je een drastische verbetering gaat krijgen in de ontwikkeling van de planten. Want nogmaals, een pot is een pot. Maakt niet uit of die gemaakt is van stof. Of dat die gemaakt is van hier van dit spul of van plastic. Een plant groeit er toch wel in. Want dat maakt van een plant echt totaal niks uit. Zolang het maar gewoon vochtig is, voeding bevat en de bacteriën en stofjes die ze nodig hebben. Dan zullen de planten gewoon even goed doorgroeien. En zoals ik net al zei, hoe minder jij uitgeeft en hoe meer je planten oplevert, hoe meer winst je maakt. Hoe meer je uitgeeft, hoe minder winst je maakt. Dus probeer zo min mogelijk uitgaves te hebben. En denk erover na van wat je koopt. Nogmaals, je kunt een pot kopen bij de Action voor 2 euro. Maar je zou ook voor hetzelfde geld een goed pouch kunnen kopen die je kunt wassen. Waarbij je in de toekomst niet na hoeft te denken dat er bijvoorbeeld ziektes in de pot zitten. Want plastic potten, dat is een van de nadelen wat mensen dus absoluut niet realiseren. Vooral niet bij peperplanten en bij tomatenplanten. Is dat als er ziektes in de wortel zitten of in de pot zitten. En ze worden niet schoongemaakt onder een bepaalde temperatuur voor een bepaalde tijd. Die ziektes, die sporen, die blijven er gewoon in zitten. En dan heb je het gewoon het jaar erop hetzelfde probleem. En dat is dus de reden waarom ik gekozen heb voor roetpoutjes. Omdat ze gewoon gewassen kunnen worden in een wasmachine op 60 graden. En ik hoef er niet over na te denken. Beter gezegd, roetpoutjes kunnen volgens mij zelfs onder 90 graden. Omdat het plastic wat ze gebruiken, het petflat, volgens mij iets van 100, een smelttemperatuur van 120 of zo. Maar voor de mensen die dat zeker willen weten, moet je eerst even naar de website van roetpoutjes gaan kijken. Dus daar staan de instructies en op temperatuur welke je mag gebruiken. En voor de mensen die tomaten of peperplanten en tomatenplanten kweken, probeer die potten en de prijzen zo laag mogelijk te houden. Het is de voeding die bepaalt hoe een plant ontwikkelt en groeit. Het is maar een klein percentage wat eigenlijk een pot aan toevoegende waarde heeft. Dus en voor de mensen die meer informatie willen of vragen hebben of wat dan ook, zou zeggen, zet hieronder in de description box of stuur het via dutchdpl@gmail.com op. En ik zal zo snel mogelijk proberen te beantwoorden. Maar dat was het in ieder geval. Tot de volgende keer.